Stichting Veghel ontvangt kinderen heeft dit jaar weer een groepje Poolse kinderen naar Veghel gehaald. De kinderen verblijven 2,5 week bij gastgezinnen en ze doen in die tijd allerlei leuke dingen om hun zorgen van thuis te vergeten. En dat die zorgen al snel steeds meer op de achtergrond raken, was ook dinsdag duidelijk te zien op de blije gezichten van de kinderen. Die dag mochten de Poolse jongeren namelijk naar een kookstudio aan de Meierijgade in Veghel. Daar leerden ze de fijne kneepjes van het pannenkoekenbakken onder leiding van Alex van Rossum. Een leerzame dag, maar vooral leuk en met een lekker resultaat. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ten lesje naar Oesma van de Pan.